Ik heet Ayas en ik ben 6 jaar en ik kom trucjes doen. Ik ben altijd in voor trucjes. Welke ga je doen? Ik kom de bal zo in de lucht doen en proberen om weer hoog te houden. Oké, dat klinkt wel een beetje ingewikkeld. Waar heb je dat geleerd? Op school. Oh, nou, dat van de juf of zo? Nee, juffrouw kan het niet. Ik kon het gewoon in 1 keer. Wow, ik heb hier een megatalent voor me staan. Ja. Ja, nou, ik ben wel toe aan de show. Kom maar op. Ja. Oké. Mooi. Strak. Bam. Oké, nog een keer. Hop, met de hak. Goed gedaan, Ayas. Applaus. Ik ben Christopher. Hallo. Ik ga uitleggen hoe je moet schaken. Dat is een nogal ingewikkeld spel, weet ik toevallig. Dus de pion. Ja? De pion mag eenmaal naar voren. En als de andere pion hier staat, mag hij eenmaal schuin eten. Oh, oké. Okay. Dus de toren. Ja? Die mag eenmaal naar voren en naar achter en naar links en naar rechts. Van voor naar achter. Oh ja, ja, helemaal. En dus de paard. Sorry hoor. De paard mag eenmaal naar 1 stap naar voren en 1 stap naar links of rechts. Oh, dat klinkt echt als een paardensprong dus. En dit is de loper. Ja? De loper, die mag eenmaal schuin en schuin. Hij mag eenmaal schuin lopen. Ja, lekker lopen. Oké. En dit is de koning. Ja? Koning mag eenmaal 1 stap gewoon doen. Of zo, of zo, of zo, of zo. En dit is de koningin. De koningin mag allemaal doen wat de toren en wat de loper kan doen en de koning kan doen. Zo, die mag echt superveel. En wanneer heb je nou gewonnen dan? Als je de koning verslaat, dan heb je gewonnen. Oké, nou ik ga thuis oefenen. Dankjewel.